mogen de gierige gasten bij ons slapen vannacht? Hey lieve kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Joost. En ik ben Martijn. Ja, en we hebben deze week een speciale aflevering klaarstaan. Zeker. We gaan testen wie er gastvrijer is. Zijn dat de mensen uit een arme of uit een rijke wijk? Ja, en daarom gaan wij met z'n tweeën als team naar Schalkwijk. Ja. Ze zeggen dat het een arme wijk is. Niels die zit momenteel in Bloemendaal. Oh, die zit er al, hè? Ja. Laten we naar jou, Niels. Hoe is het daar in Bloemendaal? Zoals je ziet sta ik allesbehalve in Schalkwijk. Zijn die Bloemendalers een beetje vrijgevig? Nou, daar staan we dan. We staan in Schalkwijk. Dit is geen rijke buurt. Dat betekent dat wij het waarschijnlijk iets moeilijker gaan krijgen. Want mensen die iets meer hebben, hebben ook iets meer te geven. Dat zou je denken. Dat gaan we dus nu testen. Ik zou zeggen, laten we beginnen bij de mens. Daar zullen we het toch uiteindelijk voor moeten krijgen. Het ziet er heel dood uit. Dus laten we de drukte opzoeken. Wij zijn eigenlijk op zoek naar een maaltijd. Ja, maar jullie hebben geen geld, toch? Nee, we mogen. Nou ja, we hebben wel geld, we mogen het niet uitgeven, dat is het probleem. Wat? Jij gaat ons trakteren. Ik vind dit nu al prachtig. Terug naar jou, Niels. Ik sta hier voor de lokale snackbar. Er zijn allemaal kinderen aan het zwaaien. Kunnen we er toch wel een beetje gebruik van maken? Ja. Frikandelletje of zo? Frikandelletje ja, speciaal? Ja, lekker frikandelletje, tuurlijk. Ja. Is dit de lekkerste snackbar van Bloemendaal? Ja, lekker. Ik heb een vraagje. We zijn even aan het testen hoe vrijgevig het rijke Bloemendaal is. Wat zeg je nou voor rare dingen? Ja, dat zijn rare dingen. Voor niks gaat de zon om, jongen. Dat dacht ik al. Nee, dit rijke Bloemendaal heeft ook gewoon een hoop mensen die hard moeten werken voor de centjes. Ja, dat dacht ik wel. En daar hoor ik ook bij. Maar wou je een vers patatje proeven dan? Nou, dat zou echt geweldig zijn, toch? Een vers patat. Zijn dit de lekkerste patatten van Bloemendaal? Dit zijn de beste frietjes van heel Bloemendaal. Ga lekker zitten. Veel overgehoord. Oh, dank u wel. Picobello zaak. Eens maken. Dank u wel. Ja, heel leuk dat je het vraagt, Martijn. Maar ondertussen heb ik een patatje gekregen. Ik vroeg er om één, maar ik kreeg er twee. Hij vindt het oké om in beeld te komen nu, zeg. Ja? Ja. Vindt het oké? Je mag hem eindelijk voorstellen. Dit is onze held. Wat raad je aan? Wat zou jij nemen? Weet niet, Mario's? Ja, ja, is die wel goed? Oeh, ja, dan doen we dat. Hey jongens, jullie zijn de kennis, hè? Ja, moet je ook nog wat erbij drinken? Dat zou wel lekker zijn. Nee, we vragen wel gewoon kraanwater. Ja, toch een water uit. Gewoon kraanwater. Ja, oké, okay, dan neem ik het van. Ja, je bent een fantastisch, dat zie ik daar. Dus geef je een hand en je neemt een hele arm, juist? Nou, vriend. Ja, cheers. Heren. Sorry? Bedankt. Niks drinken? We delen alles. Van jou eentje? Dank je vriendelijk. Hartstikke bedankt. Lekker pitjaatje. Bismillah. Kijk eens. Ja, dit is genoeg voor twee, joh. Nee, ik ren het zo wel. Niels zit nu in Bloemendaal, pizza met mij en de voortreden. Eet smakelijk. Kijk eens, die zijn eigenlijk veel te goed voor ons. Ah, voor iedereen. Voor we hebben gewoon vijf gasten hier, dat is fantastisch. Wordt goed voor ons gezorgd juist. Ja, wordt ontzettend goed voor ons gezorgd. Ik zat te denken, op weg naar onze huizenjacht, zijn natuurlijk een bloemetje in de hand. Gaat wel helpen. Gaat wel makkelijker. Ja, hallo, mogen we bij je slapen? We hebben in ieder geval een bloemetje voor je. Hallo. We moeten nog ergens een slaapplaats gaan regelen. Ik dacht, met een heel klein bloemetje maken we misschien nog meer kans, toch? Kijk. Kijk. Of het je lukt, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, even een dikke knuffel. Succes. Zo. Nou, toch ook wel een bloemetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier gegeten. Ik ben nog niet moe, maar ik denk dat het wel handig is om nu alvast te beginnen om te kijken naar een slaapplek. Als ik de jongens moet geloven, dan moeten wij dus naar Molenwijk. Ja. Had hij het over? Jongens. Dat is lekker. Goed jongen, met jullie. Lekker. Zijn jullie weer bezig? Wij zijn een item aan het draaien over hoe gastvrij Schalkwijk wel niet is. Versus Bloemendaal. Versus Bloemendaal. Ja, maar waar ga je heen? Wat ga je doen? Ik ga even nu naar mijn vriendin. Ja? Maar daarna kunnen jullie wel even een biertje komen doen. Stap in. Laten we doen, toch? Ja, tegen een gratis biertje zeggen wij geen nee. Hé, Joost? Zeker niet. Ik denk dat we misschien in totaal 50 meter hebben gelopen. Meen je wel? We zijn de auto uitgestapt. We zijn gelijk in contact gekomen met jongens die ons pizza hebben gegeven.
We waren nu onderweg naar Molenwijk om daar aan deuren te gaan kloppen voor een slaapplek. En toen kwam er in één keer een of andere randebiel met zijn auto tuterend de stoep op. Hey Mardi. Ja, Joost. Hoe denk je dat Niels het heeft? Ik hoop dat hij nu voor een hele grote oprijlaan staat waar niemand open doet. Hoofdkant. Trekken, trekken. Nee, naar beneden. Dat is een hendel. Dag meneer, wij zijn van het programma Armenwijk Rijkenwijk. Zouden wij u een paar vragen stellen? Mogen ze... Nee? Nee, hebben we geen tijd voor. Oké, fijne avond. Het is wel verlopen, Niels, al die huizen. We hadden best wel stepjes mee mogen nemen. Moeten we dat arme Rijkenwijk wel noemen? Nee, ik denk het niet. Misschien moeten we vragen gewoon een bakje koffie. Ja. Nee, dat is altijd een lekkere binnenkomer. Ja. En als we binnen zijn, dan denken ze van, hé, die gast die ziet er betrouwbaar uit. Juist. En dan kan je misschien de vraag erin schuiven van, kunnen we blijven slapen? Laten we gewoon even vragen om een bakje koffie. We beginnen wel met koffie. Dit is toch geen Schalkwijk, jongens? Dit is gewoon een villa. We zijn gewoon terechtgekomen in een villa. Ik zie geen schotels hoor. Marmeren vloer, hoppa. Ik heb het idee dat we in Bloemendaal zijn terechtgekomen, joh. Is dit echt nog steeds Schalkwijk? Zitten we in Schalkwijk? Ja, geen Bloemendaal. Maar... Oké. Nou, knul. Proost. Je gaat er al bijna bekakt van praten van dit huis. Proost. Jullie hebben het goed voor elkaar. Dat dacht ik ook. Proost. Nee. En nu snap ik wat je met hem doet. Ja. Nu wordt het allemaal duidelijk. Nee. Volgende? Ik moet de volgende. Het begint wel na te worden. Ja. Goedendag meneer. Goedendag meneer. Goedendag. Mag ik een kopje koffie? Nou, het komt er heel slecht uit. Ja. We moeten gewoon hoop houden, man. Mm-hmm. We moeten doorgaan. Yes. Ik ga niet tukken in deze fucking auto. Wat een gastvrije jongen ben jij. Nu hoop ik dat je ouders er net zo over denken. Hoe schat je onze kansen in? Wel redelijk. Hey mam, ik heb een heel kort vraagje. Wil je nou zeggen? Wat is er nou? Zeg even snel. Mogen de gierige gasten bij ons slapen vannacht? Wie? De gierige gasten zijn de bekendste YouTubers van Nederland. Martijn en Niels. Joost. Joost. Ja, ik heb geen zin dat wij altijd weg zijn, dat er al mensen nee, komen. Nee mam, mam, komt goed. Ja. We zitten gewoon even binnen. Maar ik heb geen zin in dat soort dingen, eigenlijk. Ik durf bijna mijn conclusie al te trekken. Oh, bel kapot. Dat scheelt. Er zit gewoon een 06-nummertje bij, die gaan we bellen. Hallo, wat is dat? Ja, met Niels Oosthoek. Ik moest telefoneren, want de bel was kapot. We testen of we een koffietje mogen drinken bij de mensen thuis in Bloemendaal. Nou, dan gaat een hek open. Kan doen? Nou, wij zijn de vrijgevigheid aan het testen van Bloemendaal. Nou, kom verder. Nou, dit is al heel lief. Er zit er nog wel een tafel. Ah, oké. Hallo. De familie. Dag. Hoi, ik ben Niels. Koffie of een biertje? Kan ook. Koffie of een biertje? Ik wil een toetje voor jullie. Het eten is op, een toetje nog. Ik ben zo blij dat we ergens zijn binnengekomen. We vallen met onze neus in de boter, hè? Hé, hey, proost. Proost. Ja, dit is toch wel weer wonderbaarlijk, hè? Kijk, we hebben ook nog een lekker ijsje hier. Maar waar is Joost eigenlijk vandaag? Of, Joost is met Martijn mee. Zit nu in Schalkwijk. Grappig. Ja, en we moeten nog een slaapplaats gaan zien. Echt waar? Vanavond. Ja. Nou, jullie mogen terugkomen. Ja? Ja, zelfs ook, volgens mij. Is dat zo? Ja. Echt waar? Bij deze? Zij gaat over. Ja. Ja. Nou, dit is... Ja. Dit vind ik wel ontzettend lief. Laten we dan maar beginnen met aanbellen. Ze zijn hier wel echt op een privacy zo te zien. Ik weet niet hoe handig het is om met die camera gelijk in beeld. Misschien even... Een stukje weg. Ja, dan ben jij sneller weg inderdaad. Slim. Laat mij maar de klappen vangen. Niet zo negatief, Martijn. Goedendag. Hi. Hallo. Ja, we zijn op zoek naar een slaapplek. Ja, weet je, nee, ja, liever niet. Ik zie elkaar net op. Zit in mijn pyjama. Ah. Goedendag. Goedenavond. Hallo. En we zijn op zoek naar een slaapplek. Een slaapplek? Ja. Serieus? Ja. Hé joh. Ik weet niet wat fuck is. Kom binnen. Ja? Mogen we bij jou slapen vanavond? Kom binnen. Jij bent een topper. Kijk eens. Ik ben maar één gast erbij, dus jullie moeten wel samen slapen. Oké, we moeten wel samen slapen. Hier zijn lekker aan Netflixen. Nee, wat zijn jullie aan het kijken? Spaans. Oké. Ah ja. We lopen met
in de ghetto een beetje. Zullen we anders ergens een biertje gaan drinken? Nou, dat klinkt als muziek in de oren. En hoe gaan we daarheen? Is het loopbaar? Ik denk dat mijn moeder even met zijn lidje kan brengen. Kom, ga. Mag dat? Yes. Dat mag. Je kan hier dus gewoon voetballen, joh. Ja. Dit meen je niet. En een trampoline. Nou, dat wordt een dolle avond. Ons kampioen is in Bloemendaal. Okay. En dan kijken we welke wijk er gastvrijer was. Ja, kijk eens aan. En we zijn twee deuren verder en we hebben een slaapplek. Dus ik denk dat we misschien wel conclusie kunnen trekken. Of hoe gaat het eigenlijk bij jou, Niels, nu? Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof dat morgen niet bestaat. Leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Pak alles wat je kan. Hey, schat. Hey, lieve Beert, veel meer groot zien. Ja. Pak alles wat je kan. Ga, 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 ga. Martijn, hoe gaat het met jou? Leef. We zitten wel gewoon gezellig aan het water. Ja, precies. Een hele nuchtere jongens. Onze gast hier moet morgen om 6 uur op. Hij gaat ook gewoon lekker slapen. Dus volgens mij is het bedtijd, hè? Wat een feest was het. En omdat jullie echt alles hebben betaald, regel ik de taxi. Hallo, het is zo. Hallo, mama. Wil je ons komen ophalen? Ja, taxi mama. Deze hadden we besteld. Ga jij er lekker morgen? Ik zit er lekker morgen. Ik heb geen idee op wat voor kamer we gaan slapen. Hier is een badkamer voor jullie. Een persoonlijke badkamer. Ze hebben wel een stoeltje eronder. Ja, Martijn die kleine had hier ook gewoon kunnen poepen. Marty, ze zeggen, kijk nog één keer naar het lekkere bedje. Ik slaap rechts. Nee, ik slaap rechts. Ik slaap daar. Doe jij die of die? Die ziet er iets breder uit. Kijk, dit is toch top. Dat is toch gek, hè? Iemand anders. Ja, het is wel mooi opgemaakt. Moet je ze wel meegeven. Handdoekjes. En verse handdoekjes zelfs. Ik voel altijd een beetje niet op mijn gemak in dit soort situaties. Ietsen, vader des huizes. Stop lekker. Hartstikke bedankt man. Even zo. Geen probleem. En morgenochtend ontbijt. Hoe laat moeten we wakker worden? Wat jullie willen. Wat willen jullie? Over 6 uurtjes moeten we op, jongen. Ja, zit jij de wekker? Ja, ga ik doen. Het is 6 uur, vriend. Zo, dat is vroeg, man. Wat gaan we doen? Gaan we gelijk... Ik kan nu niks eten, dat is veel te vroeg, man. Ja, het is 22 over 6, dus we hebben 8 minuten om uit te checken. Want hij moest om 6:30 moest hij de deur uit. What the fuck, Nelis? Ik ben even een bak aan het nemen. Ik kan van pissen houden. Nee, je ligt gewoon in het bad. Ik lig heerlijk in een bad. Van lavendelblad, alles is roze. Maar ik moet best wel pissen houden. Ja, dan moet je even naar een van de andere zoals het is. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel, man. Lekker donker hier. Ja, toch? Heel veel te drinken. Een glaasje water, even wakker worden. Ja, toch? Wat denk je dat Martijn en Joost aan het eten zijn? Denk je dat ze er zo Rian bij zitten met croissants en... Bijna niet, nee. Dat kan bijna niet. Schalkwijk moet wel echt van goede huis komen daar, hoor. Hey, Wim. Hey. Hartstikke bedankt. Peter. Peter, sorry. Vroeg. Itse. Maar ik wil je echt ongelooflijk bedanken, man. Even ja, hop. Deze. Geen probleem, was gezellig. We konden niet beter wensen dat we het hebben gekregen. We hebben ons best. De mazzel. Ja. Sesam. Open nu. Ik wil nog helemaal niet naar huis, jongens. Ik wil niet weg. Dan ga ik terug naar mijn eigen krot. Marty, we hebben nu een tijdje Schalkwijk getest op de gastvrijheid. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het heeft me vanaf seconde 1 verbaasd. We kwamen natuurlijk niet op het allergezelligste plein binnen. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Nou ja, de jongens die ons toen onder de hoede hebben genomen, hebben eigenlijk mijn hart al veroverd. Vanaf toen is het eigenlijk alleen maar beter en mooier geworden. Dus Schalkwijk, ja, je was fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb lekker geslapen, leuke mensen ontmoet. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik hoop dat jij ook een leuke avond en nacht hebt gehad, Niels. Maar ik denk dat ze hier wel heel erg gastvrij zijn geweest. Ik weet niet of Bloemendaal het kan overtreffen.